Helemaal leuk dat je kijkt naar deze nieuwe leesvlog. Het is vandaag 16 januari 2020. Ik vind het nog steeds raar om te zeggen dat het 2020 is. Ik kan het nog steeds niet echt geloven. Maar ik heb deze week toetsweek en ik heb in principe mijn toetsen allemaal gehad. Ik heb nog wel twee verslagen die ik af moet maken. Dus de komende twee dagen ga ik daaraan werken. Morgen moet ik ze inleveren. Maar goed, dat gaat verder helemaal goed komen. Ik ben ook van plan om best wel wat te lezen. En de reden daarvoor is dat ik eindelijk uit mijn leesdip ben. Ik eindigde 2020 met een leesdip. Best wel een grote leesdip. En ik begon daardoor ook 2020 met een leesdip. Wat best wel vervelend is, aangezien dat niet per se iets is waarmee je jaar wilt starten. Maar ik ben eruit gekomen en ik vind het lezen weer helemaal geweldig. Dus ik moet jullie ook weer bijpraten met wat ik allemaal ondertussen al heb gelezen, waarmee ik bezig ben. En ik heb ook nog twee pakketjes die ik ga unboxen voor jullie, want ik heb ook alweer wat boeken besteld. Als eerste, het eerste boek wat ik in 2020 uitlas was Finale, deel 3 in de Caraval trilogie van Stephanie Garber. Die heb ik op dit moment even niet bij me, want die staat al in mijn kast en dan moet ik hem weer pakken. Ik heb heel erg genoten van dat boek en ik vind het heel jammer dat de serie voorbij is, maar ja, het is nou eenmaal zo eindige series. Dus dat was het eerste boek wat ik in 2020 heb gelezen. Waar ik al heel erg blij mee was. Want dat was volgens mij 3 januari dat ik dat boek uit heb gelezen. Dus dat deed me al heel erg goed. Vervolgens heb ik van de week een luisterboek gelezen. En dat is Hot Dog Girl van Jennifer Dugan. Dit boek vond ik erg leuk om naar te luisteren. Ik ben nooit zo heel erg van de luisterboeken, maar ik wilde er wat meer in komen. Dus ik heb een abonnement genomen en ik ga gewoon kijken hoe dat me bevalt. Tot nu toe vind ik het heel erg fijn. Dus dat scheelt. En dat betekent dus ook dat ik al twee boeken in 2020 heb gelezen. Eentje gewoon fysiek en één luisterboek. En nu ben ik ondertussen ook alweer in twee andere boeken bezig. Namelijk, eentje zit in mijn boeksleeve. Ik ben bezig in Weerstamen, deel 5. In de Touch and Juliet serie. En ik ben hier zo op bladzijde. Laat eens kijken. 110. En ik wil het liefst vandaag of morgen deze uitlezen. En dat moet in principe ook wel lukken. Maar ik moet wel opletten dat ik ook dingen voor school ga doen. Dus hier ben ik in bezig. En ik ben weer in een nieuw audioboek begonnen. Luisterboek. Namelijk 10 Blind Dates van Ashley Elston. En ik luister hem in het Engels, maar mijn boek is in het Nederlands. Ik ben op dit moment, als ik het boek bekijk, op bladzijde 78. En ik vind het op dit moment een schattervrouw. Maar er komen heel veel namen in voor. En daar ben ik nooit zo goed in. Want dat onthoud ik gewoon niet. Dan alles raakt door elkaar. En zo werken mijn hersenen gewoon niet. Dus dat vind ik wel vervelend. En vooral als ik het dan niet kan lezen. Dat is al heel anders dan wanneer ik gewoon de namen kan lezen. Dan klikt dat wat meer voor mijn gevoel in ieder geval. Oké, dat over wat ik op dit moment aan het lezen ben. Dan heb ik, zoals ik al zei, twee pakketjes. Ik heb voor het eerst iets besteld op Book Depository. Als ik het zo goed uitspreek in ieder geval. En alle pakketjes zijn binnen. Het waren 4 boeken die ik had besteld. Of nee, 3 boeken die ik had besteld. En eentje was al binnengekomen. Die zal ik zo ook even aan jullie laten zien. Maar eerst gaan we deze openmaken. En ze kwamen dus allemaal niet tegelijk. Maar dat is verder ook niet erg. Het had niet per se heel veel haast. Dus het eerste boek wat ik heb gekregen is dit boek. En dit is
The Raven Boys van Maggie Stiefvader. En dit is een boek die eigenlijk al de hele tijd uit is, maar een serie die ik heel graag wil lezen. En toen ik besloot om een keer boeken op BookTubeStory te bestellen, had ik zoiets van oké, nu is het eigenlijk wel de tijd om dit boek te bestellen. Want volgens mij kan je hem in Nederland in ieder geval, waar ik boeken bestel, hem niet zo snel krijgen. En nu dacht ik er ook gewoon aan van oké, oh ja, dat boek wil ik graag. Dus deze. En dan ook nog eentje waar ik heel veel zin in heb en waar ik heel benieuwd naar ben. En dat is namelijk dit boek. En dit is Avatar, The Last Airbender. En dit zijn The Lost Adventures. En de reden waarom ik deze heb besteld is omdat ik ten eerste meer graphic novels wil gaan lezen. En comic books. En omdat ik laatst met mijn vriend dus alle afleveringen van Avatar heb gekeken. En van Korra. Dus ik zat er gewoon weer helemaal in. En toen dacht ik, oh ja, deze heeft ook stripboeken. En hoe leuk zou het zijn om die ook gewoon te lezen. Nou moet ik wel eerlijk zeggen, ik ben normaal niet zozeer van de stripboeken. Maar ik wil het proberen. En dit jaar vind ik het jaar om nieuwe dingen te proberen. Dus dat ga ik ook doen. Dus vandaar dat ik deze heb besteld. En dan kom ik ook gelijk bij het andere boek wat ik op BookTubeStory heb besteld. Dat is namelijk dit boek. En dit is Heartstopper Volume 1 van Alice Osman. En dit is een graphic novel. En deze gaat over dat een boy een andere boy meet. En ze worden vrienden en dan vervolgens worden ze verliefd. En zoals ik al zei, dit is een graphic novel. Dus dit is eigenlijk ook een soort stripboek. Niet iets wat ik normaal zou lezen, maar wel iets waar ik heel veel zin in heb. Dus deze drie boeken heb ik besteld bij BookTubeStory. En nou heb ik er, vind ik zelf, iets heel leuks bij verzonnen. Ik heb namelijk bedacht dat het me wel leuk leek om in 2020 wat vaker 24-hour readathons te organiseren en te houden. En de reden waarom ik dit voorheen eigenlijk nooit deed is omdat ik gewoon weinig tijd daarvoor had. Ik had nooit genoeg tijd om die 24 uur echt vol te kunnen maken. Dus komende week heb ik daar wel tijd voor. En dat is het perfecte moment om dat vervolgens ook te gaan doen. Dus dit zijn de boeken die ik graag zou willen lezen. Plus nog een aantal andere. En ik zal ze nog niet onthullen. Maar hier ga ik ook een video over filmen. Dus die komt hopelijk binnenkort eraan. Ik ga hem volgende week eens filmen. En ik hoop dat het een beetje een goede leestijd gaat worden. Want als ik geen zin heb om te lezen, dan wordt het een lastige 24 uur om wel te lezen. Ik ben in ieder geval heel erg benieuwd naar deze boeken. En heel erg blij mee. Dus ik kan niet wachten tot ik eindelijk mijn 24 uur readathon kan gaan houden. Ook heb ik in 2020 dit boek binnengekregen. Dit is Onthul Me. En dit is een novelle tussen Weerstamen en het volgende boek. En ik weet even niet meer hoe die heet. Maar die komt dit jaar uit. En deze had ik al vorig jaar in november denk ik besteld. Maar het duurde heel lang voordat hij werd gedrukt. En vervolgens duurde het een stuk langer om te verzenden. Omdat het feestdagen waren. Dus vandaar dat ik hem pas, denk ik, 2 weken geleden binnen heb gekregen. Dus hier ben ik ook heel erg benieuwd naar. Zoals ik al zei, ik ben nu bezig in Weerstamen. Dus ik wil die eerst uitlezen. Dan wil ik deze ook heel graag lezen. En ik ben benieuwd naar wat we verder allemaal in deze serie gaan meemaken. Want het is een beetje crazy aan het worden. Goed, dat was de update over de boeken die ik binnen heb gekregen. Dan heb ik nog een andere update. Want ik heb weer een nieuw bullet journal gekocht. En de reden hiervoor is, ik had er eentje. En dat is dus ook een bullet journal die ik, oh,
denk 2 jaar ondertussen gebruik. En ik gebruik hem eerst als gewone planner. Vervolgens gebruik ik hem als reading journal. Maar niet echt zoveel als dat ik wilde. En dit jaar had ik zoiets van, oké, ik wil echt wel wat meer creatief gaan doen. En ik vind een bullet journal maken heel erg leuk. Maar het bijhouden ervan gaat gewoon soms wat minder. Maar als ik hem nou alleen maar voor het lezen maak en niet al te veel poespas erbij doe van oké, dit moet ik invullen en dat moet ik invullen. Dan moet het me in principe wel lukken. En tot nu toe ben ik er heel erg blij mee. Ik heb hem maandag in elkaar gezet. En ik zal zo eventjes laten zien hoe die er verder uitziet. Maar ik ben er echt heel blij mee. Dit is een Leuchtturm 1917. En dit is hetzelfde als wat ik hiervoor gebruikte. Die vond ik gewoon fijn om te gebruiken. Dus daar wilde ik niet verder van afstappen. Zoals ik al zei, dit is een Leuchtturm 1917. En ik ben voor deze kleur gegaan. Omdat dit de mooiste kleur was die ze bij mij in de boekhandel hadden. En als ik hem openmaak. Hier zo kan je zetten van wie die is. En dan als door te draaien heb je hier zo de inhoudsopgave. En dan vervolgens begint die. Ik heb hier zo gewoon reading journal gezet voor 2020. En misschien zelfs wel voor 2021. Want ik denk niet dat ik heel veel plek in beslag neem. En dan vervolgens heb ik hier zo, dit klopt niet, eentje terug. Gelezen in 2020. Zoals je al kunt zien, ik heb Finale en Hot Dog Girl gelezen. Finale heb ik 4 sterren gegeven. Hot Dog Girl heb ik er 3 gegeven. En dan zet ik er vervolgens ook bij wanneer ik hem uit heb gelezen. Dit is gewoon fijn voor mij om bij te houden als ik bepaalde video's film. Dan heb ik hier zo mijn reading challenge. Ik wil in 2020 55 boeken lezen. En ik kleur iedere keer een vierkantje in als ik die heb gelezen. Dus uiteindelijk heb ik hier zo gehaald staan. Voor wanneer ik hem heb gehaald. Is ook wel fijn om te weten. Dan vervolgens heb ik hier zo boekseries. En het gaat hier om de boeken die ik nog moet lezen in een serie. Dus ik heb hier zo bijvoorbeeld de Lunar Chronicles. Daar moet ik nog 4 boeken van lezen. Ik heb er al 2 gelezen. En bij Harry Potter, ik heb 1 blokje te veel getekend. Dus dat is een beetje verkeerd gegaan. Maar goed, ik heb er 2 boeken van gelezen en de rest moet ik nog lezen. En zo kan ik het gewoon wat beter bijhouden. Want soms zie ik het gewoon niet zo snel in mijn boekenkast. En ik wil graag mijn series verder bijlezen of gewoon uitlezen dit jaar. Dus dit leek me wel een goede manier om dat te doen. Vervolgens heb ik hier zo een pagina met recensie-exemplaren die ik nog moet lezen. En als ik hem heb gelezen, dan zet ik hier zo of een kruisje of een vinkje in. En dan weet ik wanneer of ik hem heb gelezen of niet. En dan heb ik er nog een extra pagina voor. Mocht ik nog extra binnenkrijgen dit jaar. Want op de vorige pagina heb ik geen plek meer. Dus dat. En dan heb ik hier zo vervolgens een pagina met een hold. En hier komen boeken te staan die ik weg doe dit jaar. En ik heb hier nog wat extra ruimte overgelaten. Ik weet niet precies hoeveel boeken ik weg ga doen. En dan vervolgens Best Books of 2020. En hier zo wil ik de boeken neerzetten die ik het leukst vond in 2020. En hoe ik dat precies ga doen, moet ik nog eventjes naar kijken. Maar deze heb ik in ieder geval alvast gemaakt, zodat ik hem heb. En dan komen we aan bij januari. En ik maak eerst gewoon zo'n titelpagina, omdat ik dat leuk vind. En dan heb ik hier vervolgens mijn TBR en mijn wrap-up. Dus zoals je kunt zien, ik heb al 1 boek van mijn TBR gelezen waar ik heel erg blij mee ben. En ik wil er nog sowieso 3 lezen. Hier zo zet ik gewoon welke boeken ik heb gelezen. Dan vervolgens heb ik hier zo een kopje met gelezen. En dan gaat het over dagen en over de pagina's die ik die dag heb gelezen. Dus zoals je kunt zien, ik heb bijvoorbeeld op 3 januari 373 bladzijden gelezen. En dit is ook de dag dat ik Finale uitlas. En hier zie je al dat ik een aantal bladzijden heb gelezen op de dagen die ik heb ingevuld. En vandaag ben ik ook al bezig in mijn audioboek. Maar vanavond vul ik pas in hoeveel dat is. En dan heb ik vervolgens nog een extra pagina.
wat niet elke maand erin zal zitten, met mijn 24-hour readathon en mijn TBR. En op dit moment heb ik Heartstopper Volume 1 onthul me en Dicht bij jou, want Dicht bij jou is een recensie-exemplaar die ik nog graag wil lezen. En er komen nog wat extra boeken bij, maar dit is wat ik sowieso wil lezen. Dus ja, dit is hoe mijn reading journal eruit ziet. Ik ga, voordat ik iets ga lezen, ga ik even verder aan mijn verslagen. Want dat is het belangrijkste op dit moment. Niet lezen, maar het afmaken van mijn verslagen. Want die moet ik dus morgen inleveren. Maar ik ga zeker ook wel een plekje vrijmaken vandaag om nog wat meer te lezen. En ook wat fysiek te lezen. Want dat heb ik de laatste tijd niet echt gedaan. En daar heb ik op zich wel weer zin in. Dus ja. Dat is een beetje de planning. Oh ja, ik moet ook nog lunchen. Laat ik dat zo ook maar eventjes gaan doen. Want het is 1 uur geweest. Dus tijd om dat ook te doen. Ga ik eerst even lunch maken. Dan ja, komt helemaal goed. Ik heb dus altijd, omdat ik... Het is ondertussen alweer een tijdje geleden dat ik een leesvlog heb gefilmd. En soms heb ik daar gewoon geen tijd voor. Dus ik heb het dus ook afgelopen half jaar ongeveer bijna niks gelezen. Dus het was ook niet heel interessant om er eentje te maken. En nu heb ik het gevoel dat ik zoveel moet vertellen aan jullie. En ik denk dat de video op dit moment al best wel lang is. Terwijl ik eigenlijk nog niet heel veel heb gedaan. Dus laten we snel dingetjes gaan doen. Zodat we toch nog een productieve dag hebben. Ik was dus bezig aan school. En ik heb allebei mijn verslagen al ingeleverd. En dat is een stukje sneller gegaan dan wat ik had verwacht. Maar, I'm not complaining. Ik ben heel erg blij dat ik daarvan af ben. Dat betekent dus dat ik klaar ben. En dat ik nu... Het is nog maar 3:30 tijd heb om andere dingen te doen. En morgen de hele dag. Wat best wel chill is. Dus dat betekent dat ik maar eens ga bedenken wat ik ga doen. Hoi allemaal, goedemorgen. Het is vandaag vrijdag en ik heb gisteren eigenlijk niet meer gefilmd nadat ik heb gezegd dat ik iets ging verzinnen wat ik voor de rest van de dag ging doen. Ik heb uiteindelijk een hele tijd de Sims gedaan, omdat dat ook alweer een tijdje geleden was, omdat ik daar gewoon niet zo snel tijd voor heb. En ik heb ook nog gelezen en ik heb het voor elkaar gekregen om Weerstaan uit te lezen. En ik begon pas 9 uur om te lezen. En ik was nog maar op bladzijde 110 van de 300 nog iets. Maar ik wilde per se het boek uitlezen. Dus uiteindelijk ging ik pas om 1 uur denk ik slapen. Dus ik heb ook een beetje gecheat. Ik heb namelijk net mijn reading journal bijgevuld. Of ingevuld voor gisteren. Maar het klopt niet helemaal met wat ik gisteren heb gelezen, omdat ik ook een gedeelte eigenlijk vandaag al heb gelezen. Maar ik heb het gewoon bij gisteren gezet. Dus ik heb boek 3 van 2020 uitgelezen, waar ik heel blij mee ben. Ik vond het begin van dit boek wat minder. En op een gegeven moment gingen er meer dingen gebeuren. En kreeg ook gewoon een stuk meer informatie die best wel belangrijk is om dit allemaal te begrijpen. Waardoor het een stuk leuker werd om te lezen. En daardoor heb ik het uiteindelijk nog 4 sterren gegeven. Maar een hele tijd dacht ik eraan om gewoon 3 sterren te geven. Omdat ik niet het gevoel had dat het 4 sterren waardig was. Maar uiteindelijk toch nog weer van genoten. En ik wilde per se dat boek uit hebben. Ik wilde weten wat er ging gebeuren. En dat betekent ook dat ik, als ik mijn 24 uur... readathon ga houden, het tussenboek kan lezen. Dat schaduw me, als ik het goed heb.
onthulmen, sorry. Onthulmen zou ik dan kunnen lezen. Dus ja, ik heb daar niks van gefilmd dat ik gisteren heb gelezen, maar ik heb het echt gedaan. Dus dat was gisteren. Voor vandaag heb ik eventjes een beetje een to-do-lijstje gemaakt. Mijn agenda stond al best wel vol, omdat ik deze week al best wel wat dingen heb gedaan. Ik heb ook heel wat dingen opgeschreven die ik voor mijn verslagen nog moest doen. Maar die heb ik allemaal al klaar. Dus vandaag is het gewoon do whatever you like. En ik heb zin om kaarsen te maken. Dus ik ga vandaag zeker nog wel kaarsen maken. En ik wil een beetje brainstormen voor Bookalicious. Voor wat ik volgende week wil gaan doen ermee. En gewoon voor de komende tijd. Zodat ik dat een beetje op een rijtje heb. Dat ik niet iedere keer als ik iets ervoor wil gaan doen. Ook nog na moet gaan denken van oké, wat zou ik kunnen doen. Dus ik moet even kijken hoe ik dat ga doen. Misschien gebruik ik daar wel mijn andere bullet journal voor. Maar ga ik even naar kijken. En verder zou ik heel graag nog een boek willen lezen. Dus ik weet niet zo goed welk boek ik wil lezen. Ik heb namelijk nog op mijn TBR voor deze maand twee boeken staan. Dicht bij jou en Je laat me blozen. Maar dicht bij jou wil ik graag lezen in mijn 24-hour readathon. Wat betekent dat ik ook niet Je laat me blozen kan lezen. Want dat is het vervolgdeel. Dus moet ik even kijken welk boek ik dan ga lezen. Misschien een boek van de series die ik nog zou moeten lezen. Ik ga nu eerst eventjes brainstormen voor Bookalicious. Een korte update. Dit zijn mijn kaarsjes geworden. Ik heb meerdere van zulke blikjes en glaasjes besteld. Omdat ik dat wel leuke
dingetjes vond om ze in te doen. En ik heb ook van die vaccinehoudertjes besteld om kleine versies te maken en om het overige wat ik over heb erin te kunnen doen, zodat ik het niet weg hoef te gooien, want dat vind ik dan weer zonde. Dus dit is hoe de kaarsen zijn geworden en ik ben er erg blij mee. Ik ben nog steeds een beetje aan het experimenteren. Ik ben er nog niet super goed in geworden. Maar het wordt steeds beter. En dan ook nog even een update over het lezen. Ik heb ondertussen eventjes een kruik erbij gepakt. Zodat ik lekker warm kan blijven. En ik ben begonnen in Wink, Poppy en Midnight. Van April Genevieve te Schulke. Nou, ik zou niet weten hoe ik dat normaal uit moet spreken. Maar hij is uitgegeven door Blossom Books. En deze zat in zo'n aanbiedingtas van Blossom Books. Waarin 3 boeken van hun in zaten. En die kon je dan voor 15 euro volgens mij meenemen. Dus super goedkoop. En dit was een van de boeken die bij mij in de boekhandel erin zat. En ik weet toevallig dat ze bij mij in de boekhandel ook nog hangen. Dus... misschien bij jou ook in de buurt. En mocht dat niet zo zijn, dan moet je eventjes naar Middelburg komen. Want daar zijn ze dus wel. Goed, ik heb al een hele tijd in dit boek gelezen. Vervolgens nam ik even een pauze. En nu ben ik ondertussen op bladzijde 127. En hij is niet zo heel lang. Hij heeft echt 100 of 207 bladzijden of zo. 210 bladzijden. Dus... deze gaat zeker uitkomen. Ik moet wel eerlijk zeggen, het begin was voor mij een beetje vreemd. En nou moet ik eerlijk zeggen, dat is ook wel het thema van dit verhaal. Ik wist er verder niet zo heel erg veel over, maar... nou, het is best wel een mysterieus boek. En ik ben niet zo gewend om dat te lezen, dus het was eventjes inkomen in dit verhaal. En het is ook niet zo'n snel boek, wat bij mij soms best wel een probleem kan zijn, maar goed... omdat het een niet zo dik boek is, kan ik me er overheen zetten. En ik ben dus over de helft ondertussen. Ik begin er steeds meer van te genieten. En ik hoop dat dat doorzet. Want er zijn niet meer heel veel bladzijden. En ik zou het heel leuk vinden om deze gewoon 3-4 sterren te kunnen geven. 5 wordt het voor mij sowieso niet. Of er moet echt een wonder gebeuren. Dan zou er heel veel nog moeten gebeuren. Wat ik... aan de ene kant leuk vindt aan dit boek en aan de andere kant best wel vervelend, is dat het uit alle 3 de perspectieven is geschreven. Dus uit Wink, Poppy en Midnight's perspectief. En dat is op het begin best wel vervelend, omdat je niet kan wennen aan één bepaald persoon. Maar op een gegeven moment is het juist wel weer fijn om een andere blik op het verhaal te krijgen. Wel vond ik dat het allemaal een beetje door elkaar liep. En op sommige momenten moest ik echt heel erg nadenken over wat er nou op dit moment speelde in het verhaal. En wat al eerder was gebeurd. Dus het was best wel confusing op het begin. En het begint al minder te worden. Nou ja, ik moet eerlijk zeggen, het is nog steeds best wel een confusing verhaal. Maar dat komt gewoon omdat er dingen heel erg worden achtergehouden. Dus ja, ik ga deze verder lezen en ik ga hem ook uitlezen. En dan zie ik vanzelf wel wat ik ervan vind op het einde. Dus ja, ik ga weer even verder lezen met mijn kruik. Deze, mocht je willen weten waar deze van is, want ik vind hem zelf heel schattig. Deze is van Ale Hop en dat is een Spaanse winkel. Volgens mij hebben ze ook een webshop, maar dat durf ik niet te zeggen. En deze hebben mijn ouders toevallig meegenomen toen ze op Tenerife waren, denk ik zomaar. En ja, iedere keer als ik in Spanje ben of op de Canarische eilanden, probeer ik zo'n winkel te bezoeken. Ik heb er ook een aantal notitieboekjes van en een paar pennen, want ik vind het allemaal nog zo schattig daar zo in die winkel.
Oké. Ik ben net klaar met het lezen van Wing Poppy en Midnight en ik ben heel confused. Ik denk dat ik het verhaal niet helemaal snap, maar ik vond het wel een heel goed verhaal. Beter dan het begin, op een gegeven moment. Dus ik denk dat ik hem toch 4 sterren geef. Ondanks dat ik ook denk dat ik hem niet helemaal begrijp. Er gebeurt echt zoveel. Heel veel op het einde ook. En ik ben een beetje confused. Maar ik ben wel heel erg blij dat ik nog een boek uit heb gelezen. Mijn 4e al van dit jaar. En het is nog maar 17 januari. Dus ik vind dat dat heel erg goed gaat. En bij deze ga ik wel mijn leesvlog afsluiten. Ik heb, al vind ik zelf, het best goed gedaan deze 2 dagen. Ik heb dus gisteren weer Samen uitgelezen en vandaag Wink, Poppy en Midnight. Ook ben ik verder gekomen in mijn audioboek 10 Blind Dates. En daar ben ik nu op hoofdstuk 7, denk ik. Ik weet het niet precies. Zoiets in ieder geval. Ik ben in ieder geval heel erg blij dat ik weer geniet van het lezen. En ik hoop dat het zo door blijft gaan. Want dit is in ieder geval een heel goed begin van 2020. Ik hoop dat je deze video leuk vindt. Mocht je deze video leuk vinden, geef dan een duimpje omhoog. Abonneer als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zie ik jullie de volgende keer. Doei!